Heeft Wilders met zijn uitspraak zijn hand overspeeld? Dat vragen velen in vele kranten zich ook af. Joost Swageman, Premrade Kishoen en Siewert van Linden hier aan tafel. Ze kandidaten zijn op, zijn mensen zijn weg, zijn beste mensen lopen de deur uit. Dus dit lijkt voor het eerst eigenlijk te zijn dat de PVV nu echt aan het imploderen is. Wilders heeft gewoon een slip of de tong gehad. Toen begon links te reageren. Toen dacht hij, nu ga ik lekker sarren, lekker pesten, lekker jennen, lekker prikken. En dat is eigenlijk door de dagen heen opgebouwd. En volgens mij heeft hij dus woensdag iets gedaan waar hij helemaal niet over heeft nagedacht. Doordat hij dit heeft gezegd, heeft Nederland teruggeslagen. Met liefde. Jij die nooit partij kiest en altijd neutraal bent, zijn gisteren dansen op Mokroflever. Klopt. Het is ook een statement. Iedereen, de schoonheid van Nederland, de opstand, de kerken. Iedereen die zegt, Geertje kan dit niet maken. Dat maakt waarom ik van dit land hou. Als je zegt, willen we minder Marokkanen of meer? En je gaat minder. En je gaat Marokkanen, zeg je homo's. Of je zegt Joden. Juist. En moet je kijken wat er dan gebeurt. Dus je zegt, willen we minder Joden, minder, hoe erg dat zou zijn. En Marokkaan zijn we allemaal aan gewend. Omdat hij daar al jaren overheen was. De wetenschappers die de vondst wereldkundig maakten, krijgen zeker de Nobelprijs. Zoveel is zeker, lazen we in de krant. Maar wij staan voor ons nog met lege handen. En dus vroegen we professor Vincent Icke het ons nog één keer, het liefst in blokletters, uit te leggen. Uitleggen dus dat Amerikaanse astronomen deze week met hun BICEP 2-telescoop op de Zuidpool een vingerafdruk hebben gevonden van de oerknal, de explosie waaruit het universum is ontstaan. Professor Vincent Icke. Die ene keer van de 100 dat je voorspelling uitkomt, dat is een totale emotionele gebeurtenis. De tranen springen je in de ogen. Het lijkt erop, het is, laten we zeggen, er is nog maar 10% onzekerheid, maar er is 90% zekerheid dat dit werkelijk een trilling is uit het allereerste begin van het ontstaan van deeltjes, ruimte en tijd. Nu nog waarneembaar. Nu nog waarneembaar. Wij zijn op die manier in feite getuigen van het ontstaan van de ruimte, de tijd en de deeltjes, waar wij allemaal ons bestaan aan danken. You tell me what you want, and tell me what you need. ...29 jaar geleden werd Johann Sebastian Bach geboren. Reden voor een groot aantal optredens vandaag in Amsterdam. Op plekken die je niet meteen met de componist van de Matthäus Passion in verband zou brengen. De sportschool bijvoorbeeld, parkeergarages, restaurants. Tim de Vries, 13 jaar, oud-winnaar van het Prinses Christine concours, is bij ons aan tafel. Voor mijn gevoel heeft het niet echt zin als je het speelt als je 8 of 9 bent. Zo jong bedoel je. Nu je 13 bent, gaat het wel. Ja, nu gaat het wel. Voor de fans van Kate Bush is het elke feestdag vandaag. 35 jaar na haar laatste tournee, 35 jaar, maakt de zangeres vandaag bekend weer te gaan optreden in augustus. 3 weken in de Apollo in Londen. Aan tafel de Nederlandse Kate Bush, die gisteren toevallig ook haar tournee door Engeland bekend maakte, Maaike Breiman. Als ik het verhaal van professor Icke goed begrepen heb, is het probleem van Wilders opgelost. Er komt voortdurend ruimte bij. Dus er hoeven niet eens Marokkanen weg. Het worden er relatief gezien toch altijd steeds minder.